Goedemiddag. Van harte welkom allemaal bij Meis op Zondag. En u natuurlijk ook van harte welkom, burgemeester Van der Velde. Dank u wel. Voor de laatste keer in ons programma als burgemeester. Wat doet dat met u? Om te beginnen vind ik het heel fijn dat u mij weer uitgenodigd hebt, want ik vind dit altijd een heel genoegelijk programma. Veel plezier aanbeleefd. Ja, kijk, ik heb natuurlijk gemengde gevoelens. Ik mag dat de afgelopen dagen veelvuldig aan mensen zeggen, want ik word iedere dag wel door inwoners herinnerd van dat de laatste weken nu echt begonnen zijn. Ja, maar voordat we echt met het programma doorgaan, wil ik u even een kleine greep van een aantal foto's laten zien, zodat onze kijkers weten wat u zo al heeft uitgevoerd in die 10 jaar. Als ik zo eens kijk, dan zijn dat allemaal foto's uit uw Bredase periode. Eén niet, denk ik. Nee, dat was de eerste. Ik herkende u bijna niet meer. Dat was de foto toen ik net burgemeester was in de toenmalige gemeente Nieuw-Ginneke. Met mijn jongste dochtertje en met de moeder van mijn kinderen. En dat is een hele bijzondere foto. Want hoe oud was u toen? Ik was net 34 jaar toen ik burgemeester ben geworden van Nieuw-Ginneke. Volgens mij de jongste burgemeester van Nederland. Op dat moment was ik de jongste burgemeester. Ik ben ook de jongste wethouder in Nederland geweest. Maar ik heb één ding wel ervaren. Dat op enig moment word je toch ouder en dan ben je dat niet meer. Ja. En de rest van de foto's is uit uw Bredase periode. Want u bent 10 jaar burgemeester van Breda geweest. Ja. Ik ben tot 31 december nog burgemeester. En dan is het ruim 10 jaar. Nou ja, ik wil eerst eens even weten, want het overviel ons toch allemaal een beetje. U was vorig jaar in oktober bij mij en toen vroeg ik, de allerlaatste vraag vroeg ik aan u, komt er nog een derde termijn? En toen zei u, nou, dat weet ik niet, misschien. En de volgende dag stond er in de krant, burgemeester Van der Velde vertrekt. En daar begreep ik niets van, want ik dacht, dat kun je rustig zeggen. Waarom is dat nou zo moeilijk? Nou, ik heb de andere dag stond dat in de krant. Ja. Maar ik heb veel waarderingen voor de journalistiek. Maar soms lees ik ook wel eens iets terug waarvan ik denk, heb ik dat zo gezegd? Heb ik dat zo bedoeld? Ik heb toen in de uitzending gezegd dat een burgemeester in een grote stad is gebruikelijk 2 ambtstermijnen, 12 jaar. En dat je goed moet nadenken of je dan de kracht en de inspiratie hebt om door te gaan. En dus ik heb gezegd, je moet goed kijken naar de houdbaarheid. En dat is journalistiek vertaald, alsof ik daarmee gezegd zou hebben dat het voor mij na 12 jaar voldoende zou zijn. Ik heb altijd gezegd, ik verricht het werk met buitengewoon groot plezier. Alleen waarom ik nu een punt zet, is dat ik een prachtige kans heb om een functie te gaan vervullen waarvan ik denk dat ik met mijn opvattingen daar iets in kan betekenen en toevoegen. En ja, het afscheid nemen van een burgemeestersambt, dat is en blijft altijd een moeilijk besluit. Dat ervaar ik nu zelf ook. Maar ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt dat ik denk, het is goed om mijn ervaring en kracht die ik heb misschien
op andere manieren nog eens inhoud te geven. Maar burgemeester, is het nou ook niet een klein beetje... Ja, dan word ik toch een beetje persoonlijk... maar 2012 is natuurlijk toch een moeilijk jaar voor u geweest. Uw gezondheid heeft een behoorlijke knauw gekregen. Maar als ik zo uw leven eens overkijk... u heeft twee huwelijken achter de rug. Dat is ook... Je moet een hoge prijs betalen. En dan, zoals u werkt, 24 uur eigenlijk per dag. Ja, dat... Nauwelijks tijd om te slapen. Dan hoe hoog is die prijs dan? En speelt dat dan toch niet mee? Ik hoor ook dat u nu een nieuwe liefde heeft. Ik kan mij dan voorstellen dat meespeelt. Om te zeggen, nu ga ik eens ook... het iets rustiger aandoen, want het is toch wel mooi als dit allemaal bestendigt. Nou, kijk, ik heb al eerder gezegd, ik ga zeker niet achter de geranium zitten. Dat zit niet in mij. Ik word nu voorzitter van een coöperatie werk en vakmanschap. Er zijn 200 bedrijven in heel Nederland bij aangesloten. En die begeleiden mensen in technische functies. En proberen die te plaatsen. En mijn belangrijkste motief daarbij is dat ik vind... Willen wij in Nederland de economie goed houden, dan zul je vakmensen nodig hebben. En op dit moment hebben wij een tekort aan vakmensen. En wij willen allemaal hebben dat ieder kind officier wordt. Dat zie je vaak. Als je aan ouders vraagt, wat studeren je kinderen? Dan wordt vaak gezegd met trots, medicijnen. Hij zit op de politieacademie. En als iemand bijvoorbeeld met zijn handen werkt, moet je afwachten wat daar de reactie in is. En ik vind dus dat we naar een waardering toe moeten voor alle mensen... ongeacht wat ze doen, dat is één. Nou ja, het vakmanschap is natuurlijk wel een beetje verdwenen, hè? Ja, wilt u zich dan bijvoorbeeld met de opleidingen bemoeien... dat er weer een soort ambachtsschool komt... waar ook de jongens goed opgeleid worden? Ik ga zeker werken aan projecten met veranderingen... omdat ik denk dat veel vakopleidingen... die zitten in onderwijsboulevards aan de rand van de stad. En de fabrieken, de industrie, die staan in een ander deel. En de verbinding met elkaar... is vaak nauwelijks te ontmoeten, te ontdekken. En wij zullen, een paar weken geleden nog een rapport van de Europese Unie... als Nederland zijn economie overeind wil houden... zullen wij de maakindustrie en de mensen die daarvoor nodig zijn... opnieuw moeten waarderen en ontdekken. En een ander gegeven is dat wij in toenemende mate afhankelijk zijn... van medewerkers uit andere landen. En hoe gaan wij daar nu mee om? Nou, dat is mijn drive... om die functie om dat te gaan doen. Ja, maar u gaat mij nu iets te vlug, want u bent hier gekomen om over uw 10 jaar burgemeesterschap en misschien nog langer te vertellen. Maar ik wil toch nog één opmerking maken, anders denkt u waarschijnlijk hij gaat dat uit de weg. Kijk, ieder mens heeft in zijn leven een rugzak. En de kunst is dat je in een rugzak waar soms vreugde zit, maar soms ook verdriet. Verdriet en vreugde lopen in elkaar over. Dat je kijkt dat je toch een perspectief hebt naar de toekomst. En ik wil gezegd hebben dat alles wat ik heb meegemaakt voor mij altijd de moeite waard is geweest. En dan is het natuurlijk jammer dat soms ook zaken in je persoonlijk leven lopen zoals ze lopen. En dan vind ik de kunst om weer vooruit te kijken en tegelijkertijd ook het goede te zien met alles wat je hebt gekregen. Ja, en sommigen hebben het geluk om te zeggen... Wij hebben elkaar en wij houden dat tot een oneindige vol. En anderen, daar loopt het. En soms kan dat ook misschien ook wel goed zijn. Het is jammer, maar ik heb het werk en met alles wat ik heb meegekregen... met ontzettend veel waardering altijd gedaan. Nou ja, u heeft heel veel... toen u wegging, sloeg dat ook toch als een bom in bij de politiek. Ja, dat is ook zo. En ik zal heel openhartig zijn. Het doet mij meer dan ik dacht... hoe de mensen reageren op mijn vertrek. De brieven, de mails, ongelooflijke reacties... ook elders uit het land waar ik gewerkt heb. Nou, dan denk ik, het is mooi. Maar ik zeg ook altijd, we moeten het ook relativeren. Want ik heb dit werk kunnen doen, omdat... en ik heb dat van de week in een ander verband ook gezegd... ik heb fantastische medewerkers, of het nu gaat om de chauffeurs... de secretaresses, de communicatiemensen... maar ook de mensen van de reiniging die hun werk goed doen. Dus je doet het met elkaar. Daar ben ik diep van overtuigd. Maar dat komt ook door uw persoonlijkheid. U weet de mensen ook te verbinden. Dus dat is ook een prestatie van u. Want dan kom ik erop, wat is nou de belangrijkste eigenschap... waar een burgemeester over moet beschikken? Want u...
U bent al 26 jaar burgemeester in Nieuw-Ginneke, in Emmen, in Bergen-op-Zoom, in Rosmalen. Dat bestaat natuurlijk, dat is opgegaan in de gemeente Den Bosch. Ja. Waarom heeft u het überhaupt zo lang vol kunnen houden? Omdat ik ieder mens uniek vind. En omdat ik er ook van overtuigd ben dat ieder mens eigenlijk ook het beste wil. Ook wel eens mensen die uit de bocht vliegen en een tijd in een hotel zitten van het Rijk. Om het maar eens een Rijkshotel zitten. Ik ben een paar keer ook in een gevangenissen geweest. En daar heb ik mensen ontmoet die spijt hadden wat ze gedaan hadden. En probeerden weer een weg naar boven te vinden. En aan de andere kant in aanraking komen met creatieve mensen. Ik heb jonge ondernemers meegemaakt die nu geweldige prestaties leveren. Kijk, er is geen dag hetzelfde voor een burgemeester. Alleen de competentie die naar mijn mening belangrijk is, dat je open staat voor verbindingen. En je moet andere mensen, je wethouders, ook successen gunnen. En niet denken, ik ben de vrouw of man die het wel even maakt. En we hebben natuurlijk, ik heb mijn burgemeesterschap inhoud mogen geven. Maar in Breda zijn er ook voorbeelden van mensen die hier de politiek een rol hebben gespeeld. En elders ook bestuurlijke prestaties van groot formaat hebben geleverd. Ik denk aan minister Onno Udink. Ik denk aan de oud-wethouder van Breda, Rijn Welschi. Het zijn allemaal mensen die hun prestaties geleverd hebben. Dus met andere woorden, vele mensen zijn getalenteerd. En als je dan kijkt, wat heeft hun werk zo tot iets bijzonders gemaakt? Verbindingen maken, niet het baasje willen zijn. En tegelijkertijd op basis van inhoud en visie, want dat moet je ook als burgemeester hebben. Waar wil ik naartoe als stad? Waarom willen we dat? Ja, als je dat met elkaar kan delen, dan kun je denk ik, dan mag je iets presteren. Nou, ik hoorde iemand zeggen van dat u onafhankelijk was, integer en betrouwbaar. En dat is natuurlijk toch ook, denk ik, mooi om te horen. En vooral ze zei, je kon gelukkig niet merken dat het de Partij van de Arbeid burgemeester was. Nee, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk in de 5 gemeenten dat ik burgemeester was, is 4 keer de gemeente, zoals men dat een heet, van kleur verschoten. En dan na verloop van tijd zeggen dan mensen soms, ja, het valt nog mee ook, want je bent van de Partij van de Arbeid. En dat heeft natuurlijk te maken met oordelen en vooroordelen. En dat is wel aardig. Onder de rivieren is heel lang natuurlijk een cultuur van, in het verleden, dan heb ik het over de jaren 60, 70, waarin de KVP toonaangevend was. En daarnaast de VVD in mindere mate. Kom je boven de rivieren, en zeker in het noorden van het land, daar is de Partij van de Arbeid langdurig dominant geweest. En toen ik ooit burgemeester werd in Emmen, in een behoorlijke crisissfeer, toen werd ik daar benoemd en toen was ik ook weer niet de juiste PvdA, omdat ik uit het zuiden kwam. Oh ja, maar nog even op die, want nou noemt u Emmen. Ik denk toch dat dat niet zo'n periode is geweest als in Breda. Want als u nou uit die 5 steden moet kiezen, ja, misschien bent u nu, omdat u hier nu zo lang bent, ik denk dat dit de langste periode is, hè, in Breda. Wat is nou uw stad? De stad voor mij is nu, daar ben ik heel helder in, Breda. Ik voel mij hier thuis. Ik vind het een stad die zo waanzinnig veel te bieden heeft in cultuur, sociaal. Ik ontmoette vanochtend nog iemand die is vanuit Amsterdam in Breda komen wonen. Ik zeg, hoe ervaar je dat? Ja, fantastisch. Dit is een stad die voor mij als een warme jas voelt. Maar ik heb in Emmen een hele moeilijke tijd gehad. Maar qua ontmoeting met mensen, ja, maar fantastisch. Wat is moeilijk? Wat gebeurt er dan? Toen ik in Emmen kwam, de eerste dag, er was geen college meer. Na 2 dagen 2 hoofddirecteuren strafontslag moeten verlenen. Sociale werkvoorziening was foutenboel. De brandweer was niet adequaat. Er was sprake van een enorme crisis. En dat is niet makkelijk. En hadden ze u gevraagd om daar burgemeester te worden, omdat u heel goed bent om crisis op te lossen? Nou, ik had daarvoor de fusie Rosmalen-Den Bosch gedaan. En voor een aantal mensen die zich dat misschien nog kunnen herinneren, dat was ook een hete strijd. En die fusie is denk ik heel adequaat verlopen. En toen ben ik gebeld door de toenmalige minister Dijkstal. En Relis ter Beek, die toen commissaris was. En die zochten iemand, omdat het daar echt, dat is denk ik de gemeente geweest die na de Tweede Wereldoorlog de zwaarste crisis had op het lokaal bestuur. En achteraf ben ik blij dat ik niet alles wist van de omstandigheden. Want anders weet ik niet of ik eraan was begonnen.
Het enige wat ik van Emmen kende was de dierentuin waar ik in mijn jeugd was geweest. Ja. Maar wat veel mensen niet weten, het is een gemeente van ruim 110.000 inwoners. En een gemeente met het grootste oppervlak in Nederland. En dus wij hebben vaak ook beelden van andere gemeenten die niet altijd de werkelijkheid is. Maar wat ik daar zeer heb leren waarderen, dat is het begrip nabuurschap. Nabuurschap. Ja, ik kom uit Drenthe, uit Assen. En ik ben ook in de dierentuin in Emmen geweest. Ja, dus ik weet waar u over... Nee, maar kijk, wij vinden dat wij in Brabant Bourgondisch zijn. En ik heb dat al vaker gezegd. Ik voel mij ook wel een Bourgondier. Maar Bourgondier wil ook zeggen, serieus je werk doen. Het genoegen met elkaar weten te creëren. Dat geeft een kracht. Maar wij zeggen als Brabanders ook wel eens, dat doen we wel even. Of we beloven iets. En soms is dan de vraag, komen wij het na? En dat heb ik in Drenthe wel erg leren waarderen. Nou, dat was uw Drentse periode. Voordat we het gesprek voortzetten, burgemeester, gaan wij eerst eens even luisteren naar wat muziek. En dan moet ik mijn bril even zetten, want er is een hele moeilijke naam bij. Onlangs wonnen Joris Dieleman en Indra Salima Kartodirjo de BN De Stem Cultuurprijs in de categorie Singer-Songwriters. En samen vormen ze het duo Joris D. Joris speelt gitaar en zingt. Indra is violiste en zangeres. Ze maken melancholieke muziek over thema's als liefde, eenzaamheid en herfst. Please tell me.
everything is fine. You move like an angel. Anyway, you're mine. Thank you. Blijf nog even voor de microfoon staan. Ik moet zeggen, wat een waanzinnig liedje is dit. Ook, het past helemaal bij deze opname. Come tell me. En vertel me dat alles oké is. Ik hoop dat u me dat... Dat was het toch? Ja, een beetje, hè? Ja. Wat gaan jullie nog meer voor ons zingen? Want dat heb ik je eigenlijk helemaal niet gevraagd. Ik heb er zo op vertrouwd dat je iets... Het volgende liedje dat heet Getting Older. Ja. Klopt ook. Nou ja, het spreekt eigenlijk allemaal voor zich. Het, is, ja. Het zijn gewoon gevoelens en die probeer ik op deze manier te uiten. En dat werkt. Nou, we gaan ons er straks weer op verheugen. Dank u wel. Ja, dan komt er toch vanzelf, het geeft mij toch een gevoel van weemoed ook. Ik wil toch nog weer even terugkomen, want... nou, ik denk eigenlijk wat anders. U heeft veel waardering van de politiek gekregen en van op het maatschappelijke vlak veel waardering gekregen. Maar wij zijn even de winkelstraten in Breda en in het Chassé Theater ben ik eens even gaan vragen wat de gewone burger nou van u vindt. En ik wil dat we daar even naar gaan kijken. Zegt de naam Peter van der Velde u iets? Nee, eigenlijk nog nooit van gehoord eigenlijk. Hoe erg is dat deze burgemeester nu vertrekt? Na 10, 12 jaar? Hij heeft groot gelijk. Want die man die werkt zo ontzettend hard, die werkt zijn eigen over de kop. In het begin was ik er geen voorstander van dat een Partij van de Arbeid de burgemeester kregen. Toen heb ik tegen hem gezegd, joh, je krijgt van mij voordeel van de twijfel. En daar heb ik geen moment spijt van gehad. Heeft u een idee, door alles wat u over hem gehoord heeft, van wat voor soort burgemeester het is? Nee, helaas niet. Ik heb niet zoveel over hem gehoord. Wat zeg je? Ik heb niet zoveel over hem gehoord. U heeft niet zoveel over hem gehoord? Nee, ik ben niet zo... En u? Nee, ik ook niet. U ook niet. Nee. Kort geleden hebben wij hem ontmoet, of tenminste gezien bij het bevrijdingsconcert. Het 200-jarig bestaan ook van de Koninklijke Landmachtkapel. En ja, hoe hij dat doet, de mens op de gemak stelt en zo makkelijk toespreekt, ja, vond ik heel bewonderenswaardig. Nou, ze hadden wel erg alert op allerlei dingen. Dus met de Harley dacht dat als de dingen uit de hand lopen, dat... gelijk ingegrepen wordt. Dus ja, een soort beschermende factor was dat. Nou, vanuit de verte, moet ik eerlijk zeggen, is hij nooit erg onsympathiek overgekomen. Het was, voor zover ik kan beoordelen, best een vriendelijke, aardige man. Ik vind een prima man. Een prima man. Ja, 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 ja. Nou, een aardige, betrokken man. Nog meer? Nou, jammer dat hij weggaat. Laten we hopen dat zijn opvolger net zo sympathiek en capabel is. Ik heb hem voor de krant vaak meegemaakt bij calamiteiten. En dan zie je dat hij altijd heel betrokken is met de mensen. De gedupeerden, waar bijvoorbeeld een bedrijf is afgebrand. Gaat hij naartoe, gaat hij aanhoren, mee praten. Kom morgen even langs, gaan we wat regelen voor je. Ja, heel betrokken. Goede burgemeester. Ik vind hem een sympathieke man en ik heb de indruk dat hij zijn best gedaan heeft. Hè? Heel amicaal, heel, ja, die staat dicht bij de mensen. Ja. Ja, ik heb hem heel toevallig deze week een brief gestuurd. Een dankbrief. Ach, nou. Wat... Voor alle goede zorgen en voor hoe zal ik het zeggen, de toegankelijkheid als burgervader. Ja. En ik heb dat verwoord als zijn een zeer professioneel bestuurder. En inderdaad is toegankelijk als burgervader. En zo kijk ik terug op zijn regeerperiode al hier in Breda. En dat hij de stad geweldig achterlaat, vind ik. Ja, en, dan, dus... en dan is het ook heel logisch dat er zoveel kandidaten zijn die hem hier willen opvolgen. Toch, hè? Geweldig. En weet je dat hij weggaat? Ja, dat weet ik wel. Dat heb ik wel gehoord, ja. Ik heb geen enkele indruk van wat voor
wat voor burgemeester het is geweest? Nee, eigenlijk niet, nee. Heel slecht eigenlijk. Hij is vorige week nog bij mij in de flat geweest. Daar woont een mevrouw nog alleen en die is 105. Ach, hij en heeft... Dat is een eigenwijze drol. Dat wil je niet, ja, dat wil je niet weten. Ik ken Peter heel goed vanuit zijn opleiding als van personeel en arbeid. Dus ik ken hem al heel lang. Ik vind het een buitengewoon aardige man, heel sociaal en doortastend. En hij staat tussen de mensen. Er moet echt iemand goeds opstaan die hem kan vervangen. Hè? Ja. Echt waar. Ja, aardige man. Ja, ja. Goede carnavalsvierder en een echte krap. Hè? Ja, hij is een echte krap, ja. Hij staat altijd onmiddellijk klaar, hè, als er iets gebeurt. Hij is er. En dat, ik denk dat Breda dat na Merks een tijdje heeft gemist. De afstandelijke burgemeesters zijn niet goed voor de stad. Het is een stad wat nogal wat, ik denk, moeilijk te besturen ook, hoor. Nou, ik kan verklappen wat de echte reden is om te stoppen als burgemeester. Wij zijn als BN De Stem gestopt met het fotograferen van 100-jarigen. Dus hij kwam nooit meer op de foto. Maar nou even serieus. Nee, Peter is gewoon een echte burgervader geweest. Het is een beetje een maatje geworden zelfs. En ik wens hem heel veel succes in de toekomst. In zijn nieuwe, nieuwe functie. Dank jullie dus, wel. Oké, okay, goed zo. Ja, heel succes met opnemen. Ja. Dag. Nou. Ja. Het was ontzettend leuk om dat te doen, burgemeester. Ja, door de winkelstraten lopen, door weer en wind. En de mensen te vragen. Nou, ik kan me voorstellen dat u dat toch goed doet. Ja, ik word daar ook wel een beetje verlegen van. En ook wat ontroerd. En ook wel dat ik denk, ach, het zal wel zo. Tegelijkertijd, als je dan die twee meisjes ziet die zeggen, ja, wij kennen hem niet. Dat is natuurlijk ook illustratief. Ze kwamen uit Bergen op Zoom. Daarom wist die ene dus wel... wij kwamen heel veel mensen tegen die niet in Breda woonden. Maar het aardige is natuurlijk ook, daarmee wil ik maar aangeven hoe betrekkelijk het is. En dat ook de politiek en het openbaar bestuur, wij denken vaak dat we het middelpunt zijn. Maar tegenwoordig zijn er zoveel activiteiten en krachten, waardoor die politiek toch wat in een bescheidene radius vaak verkeert dan ze zelf denken. Maar natuurlijk, het zijn aardige reacties, zeker wel. Nee, nou en er waren ook wat filmpjes in het Chassé-theater waar u ook niets van wist. Nee. En, maar daar was een interviewtje met uw eigen dochter. Ik weet niet waar die geboren is of die... was u al burgemeester toen? Nee, mijn oudste dochter is geboren in Berg op Zoom, maar toen was ik wethouder in Berg op Zoom. Zo. Nou, die ook iets zei. En toen zag ik voor het eerst toch ook dat u dat... toch wel wat deed. Ja, dat kwam wel binnen. Maar dat heeft ook te maken dat mijn kinderen en meerdere om mij heen zeggen, joh, je moet ook wat tijd proberen te vinden voor jezelf. En tegelijkertijd natuurlijk, het is een job. En Bram Peper heeft dat wel eens gezegd en dat deel ik met hem. Het is of 24 uur per dag in een relatief grote stad, en dat is Breda, of niet. Je bent het 24 uur en dan... Soms denk je ook wel eens terug, heb je de balans in alle opzichten goed in toon weten te houden. En soms, nou, ik heb gelukkig een goede band met alle die mij dierbaar zijn. Maar ja, het heeft ook wel eens wat gekost. Nou, ik denk dat ze soms ook wel heel erg bezorgd om u zijn. Maar kijk, natuurlijk, ik ben 2 jaar geleden even ziek geweest. Maar ik heb het voorrecht gehad om de bocht te kunnen maken. Dus laat ik ook dat relativeren. En op dit moment, ik kan wat sporten, ik kan alles doen. Maar het is natuurlijk kunst om een balans te vinden. Zeker als je, ja, wat ik ook heb, en dat is een publiek geheim, diabetes. Aan de andere kant denk ik ook dat je ermee kan aantonen, als je mentaal en lichamelijk je daarop voorbereidt, dat je heel veel kan. Dus daar geloof ik ook in. En soms wordt er wel zo, ja, maar je hebt dit. Dan denk jij, joh, er zijn mensen... Die hebben dit of dat. Ik sprak vorige week iemand met een ernstige vorm van reuma, maar die geweldige inzet aan werk levert. En die zegt, ja, dat geeft mij zoveel energie. Als ik het niet zou doen, dan weet ik ook niet hoe mijn dag eruit zou zien. Ja. Met andere woorden, wat ik toen straks al zei, ja, die rugzak is wel gevuld. Maar ja, als mensen die me dierbaar zijn, je het woord dan te richten, ja, dat komt dan even binnen. Nou, dan komt de mens achter de burgemeester ook even tevoorschijn.
in dat filmpje zei Roosje Lokhoff, is dat, ja, geloof ik, die een leuke rubriek heeft. Die zei, ik weet waarom de burgemeester weggaat, want wij fotograferen geen 100-jarigen meer. Dat vond u een leuk gedeelte van uw functie. Is dat iets dat de stem bedenkt of is dat de taak van de burgemeester? Kijk, als iemand 100 jaar wordt, dan gaan wij daar op bezoek. Dat is natuurlijk een hele bijzondere leeftijd. Alleen met de verdere kennis van de gezondheidswetenschappen worden steeds meer mensen 100 jaar. Ja. En dat roept de vraag op, moeten we dat? En BN De Stem die heeft in haar eigen beleid bepaald, en dat hebben ze zelf gedaan, wij gaan niet meer mee naar iedere 100-jarige. Oh, dat klopt dus. Dat klopt. Ja. Dus Roosje Lokhoff kreeg niet meer de permissie om met mij mee te gaan. Hij noemt zichzelf altijd gekscherend de geriatrisch journalist. Maar wij hebben samen ongelooflijk mooie momenten gehad. En dan moet u zich voorstellen, ik heb talloze 100-jarigen ontmoet in verschillende omstandigheden. Maar die mensen hebben allemaal een geschiedenis en een ervaring die zij met zich meedragen. Ja, dat vind ik iedere keer wel heel bijzonder om te mogen aanhoren. Ja, natuurlijk. En dus ik heb daar ook nooit een hekel aan gehad. En ik weet wel, de groepen worden steeds, ja, het wordt steeds meer. En dan is de vraag, moet je dat blijven doen? Ik vind dat in het werk van een burgemeester horen een aantal zaken in de zin van stijl, decorum, aandacht, dat moet je doen. Dus er is natuurlijk een discussie die vinden de burgemeester, hè, wordt steeds meer een manager. Maar die rol van burgervader is nog steeds van grote betekenis, zeker in het tijdsgeest waar een aantal trajecten in mediasering zo hard gaat. En het is juist dan heel mooi om aan een tafel iemand gewoon te ontmoeten of een familie. Daar wil ik het graag in het derde blok nog even over hebben. Maar zelf dacht ik misschien dat u wegging om de Zwarte Pietendiscussie te ontlopen in Breda. Daar moeten we het niet over hebben. Nee, dat is. We moeten gewoon genieten van heel veel mooie dingen die we hebben. En wat ik wel vind, dat je in een stad, laat ik dat dan ook maar zeggen, aandacht moet hebben voor alle mensen met verschillende achtergronden, verschillende kleuren. Dat vind ik. En niet tegenover elkaar. En Sinterklaas is een prachtig volksfeest. En zaterdag ga ik Sinterklaas weer ontvangen met de Zwarte Pieten. En dan vind ik het alleen al mooi als ik vanuit het stadhuis richting haven gaat en dan zie je al die kleine kinderen met vaders, moeders, opa's en oma's. Een prachtig feest. En laten we daarvan genieten. En wij gaan nu weer luisteren met veel plezier naar Indra en Joris.
I'm getting older, and we're getting stronger too. I'm getting older, just like we knew before. I'm getting older, and we're getting stronger too. I'm getting older, just like we knew before. We gaan aan ons laatste deel van het gesprek beginnen. Wat zijn de grootste problemen in Breda op het ogenblik waarvan u zegt dat is jammer dat ik dat niet heb kunnen, mede heb kunnen oplossen en dat moet mijn opvolger gaan doen? Ik denk niet, en dat heeft niet zozeer te maken dat er alleen maar een heel tevreden mens ben. Als ik kijk naar onze stad, mijn stad, ik denk dat de stad Breda nog ongelooflijk veel kansen heeft. En kansen om de stad mooier te maken, beter te maken. En dat zijn denk ik uitdagingen waar mijn opvolger zich voor gesteld zal zien. En dan denk ik bijvoorbeeld, hoe gaan wij kijken naar een gebouw als de Koepel, die op dit moment benut wordt om mensen die weinig tot niets meer hebben, tijdelijk huisvesting te bieden. Maar dat gebouw komt een keer beschikbaar. Wat wil je daarmee als stad? Daar zijn al veel ideeën over geuit. Twee, denk ik, de terminal die wordt nu afgerond. Dat wordt een prachtig icoon, daar ben ik van overtuigd. Dat is de hoge snelheidslijn, hè? Het nieuwe station met de hoge snelheidsverbindingen. Ik denk dat de uitdagingen ligt om ons in de verbindingen nog sterker op de kaart te zetten. Maar ik denk dat daar hele belangrijke stappen inmiddels in gezet zijn. En drie, een uitdaging is en blijft hoe dat je die hele stad ook met elkaar goed kan verbinden. Ik zeg wel eens gekscherend, je hebt een Breda achter het spoor en je hebt een Breda voor het spoor. En de kunst is om die hele stad te laten genieten van alles wat die stad te bieden heeft. En dat gebeurt denk ik op dit moment ook wel, maar je moet daar blijvend alert op zijn. Blijvend alert zijn dat de sfeer in de woonwijken goed blijft. Dat je de voorzieningen op peil kan houden. Ja, en een uitdaging zal zeker zijn om met minder middelen, vooral in de zorgsector, te kijken en te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben en verdienen. Ja, maar wat is het moeilijkste? Want we hebben nog veel inbraken in Breda. U wilt de wietpas dereguleren. Ja, kijk, als het gaat om de veiligheid, dat is natuurlijk een actueel term. Ja, want dat is uw verantwoordelijkheid, hè? Dat is zeker mijn verantwoordelijkheid. En we willen allemaal proberen de inbraken verder terug te brengen. De kunst is ook om het uitgaansleven
gezellig te houden. Dus niet te zorgen dat er te veel vervelende dingen gebeuren in het weekend. Nou, daar zijn de mensen denk ik heel erg alert op. En de wietpas, ja, dat is mijn mening. Ik denk dat we echt moeten durven nadenken of je niet op een andere manier naar dat drugsprobleem gaat kijken. Omdat je vaststelt dat we, hoezeer we ons inzetten in de bestrijding, de illegale praktijken gaan door. En er zijn deskundigen die zeggen, probeer nu eens in navolging van staten in Amerika, ook in andere landen in Zuid-Amerika, te kijken of je de productie ter hand kan nemen, waardoor je dat reguleert en tegelijkertijd de pas afsnijdt van de criminele groeperingen die op een verschrikkelijke manier winsten maken. En dat vind ik wel een interessante discussie. Alleen daar is op dit moment politiek geen ruimte voor, omdat minister Opstelten daar niet voor voelt. Maar ja, afgelopen week heeft ook zijn fractie in Amsterdamse gemeenteraad gepleit om toch in ieder geval te kijken of er mogelijkheden zijn van legalisering. En ik vind wel dat we dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten doen. Maar ik vind dat wel een groot probleem. Maar u staat daar niet in alleen, hè? Er zijn een aantal burgemeesters. Collega's als burgemeester van Eindhoven, Utrecht en anderen, die delen die opvatting, heerlijk. Een groot aantal gemeenten. En dat komt omdat de bestrijding ons niet alles brengt. Wij lopen iedere keer tegen illegale hennepkwekerijen aan, et cetera. En de grote criminaliteit, die moet je niet onderschatten. En, dat is en hoe is dat met de politie? Die nationale politie, heeft dat er aan toe bijgedragen dat dat beter wordt of dat dat minder wordt? Ik denk dat de nationale politie, op een aantal punten snap ik dat. Maar de kunst is wel dat het gezag van de burgemeester wel overeind blijft. En er is soms een neiging dat men in Den Haag allerlei ambities formuleert. En dan moet een burgemeester dan ook mee uit de voeten. En ik denk dat het veiligheidsbeleid heel belangrijk is, dat je dat in je stad, in je regio goed met elkaar formuleert en gestalte geeft. Maar aan de andere kant, ik denk vaak ook bij veranderingen, die zijn soms nodig. Maar de essentie zit vaak ook in de cultuur en de attitude van mensen. Hoe ga je met elkaar met veranderingen om? Nou ja, dat komt allemaal een beetje op het bord van de gemeente. De decentralisatie van de zorg. U wordt straks ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Amarant. U heeft deze week ook in het nieuws waarschijnlijk gevolgd de vader van staatssecretaris Van Rijn. Als u dat nou ziet, wat denkt u dan? Ik denk dat het om enorm grote veranderingen gaat. Een van de redenen is ook de financiële problematiek. En ik zeg niet dat we die bezuinigingen, dat het allemaal vanzelfsprekend is. Maar ik had vorig jaar een toelichting op de begroting. En toen ben ik wel een beetje geschrokken. Toen zei de deskundige, de begrotingsproblematiek van Nederland komt onder andere door de enorme grote post op de zorg die wij kennen. En dat is een groter probleem dan bijvoorbeeld Wat vond u van die oude mannen? Ik kom er nu even op. Ja? Maar dat betekent dus dat er iets zal moeten gebeuren in die sector. Maar gelooft u dat het alleen een kwestie van geld is? Nee, het is niet alleen. Maar we moeten wel vaststellen dat de zorg heel veel kost op dit moment. En heel veel verspild wordt. Ja, heel veel verspild. Ik ben ook een groot aantal jaren voorzitter geweest van de grootste patiëntenvereniging in Nederland. En toen heb ik ook ervaren dat er ook veel verspild wordt. Andere woorden, gaat het allemaal even goed. En nu kom ik bij de vader van Van Rijn. Je moet je afvragen of je persoonlijke ervaringen zo politiek moet maken. En in dat opzicht vind ik dat ook de wijze waarop dat in de Kamer aangesproken is, dat ik denk, ja, dadelijk is er een Kamerlid die heeft een broer of een zus met een ander vraagstuk, gaan we dat ook politiseren. Met andere woorden, ik vind dat de politiek ook goed moet kijken, hoe bedrijven wij politiek? Daar zitten ook ethische kanten aan. En ik denk dat met de hele mediasering, dat we ons daar goed rekenschap van moeten geven. Het is gebeurd. Het is een werkelijkheid. Ja, maar de gewone mensen kunnen dat vaak niet zeggen. En ik denk dat die oudere mannen die elkaar daar iedere keer zien, hij wilde vast zijn zoon niet afvallen, maar het moet toch verschrikkelijk zijn. Er worden zoveel mensen monddood gemaakt. Ik zag dat aan Hélène Dupuy. Ik weet niet of u die heeft gezien. Toen vond ik toch dat dat alleen maar erger werd. Dat ze zo vasthield. En dat het alleen maar om geld ging. Ik zeg niet dat het alleen om. Ik vind dat in Nederland
wij de beschaafdheid moeten hebben om ieder mens die zijn zorg nodig heeft of aan zorg dat te leveren. 2, er moet ook kritisch gekeken worden hoe we daarmee omgaan. Mag ik het anders formuleren? Er zijn mensen met chronische aandoeningen, die gaan regelmatig naar controles. En de vraag is, wat doe je met de adviezen die komen? En sommigen die maken iedere keer de gang, maar hun levensstijl wordt daar niet altijd op aangepast. Dat betekent dat dat veel geld kost. Geld wat we niet kunnen benutten voor bijvoorbeeld noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Dus ik vind dat individuele burgers een hele grote verantwoordelijkheid hebben om te zeggen, wat doe ik eraan? Ja. 2, de politiek moet zorgen dat we de beschaafdheid die we hebben ontwikkeld, dat we dat kunnen vasthouden. Maar wat dacht u van hoe denkt u erover om de verpleegkundigen, de mensen die het zware werk uit moeten voeren, als we die eens beter op zouden leiden? U gaat straks voorzitter worden van die coöperatie van werk en vakmanschap. Dat vakmanschap moet terug. Dat is mijn mening, maar ik vraag u nu gewoon. U gaat daarvoor werken dat vak terugkomt. Okay. Ik denk dat we 2 zaken moeten zien. We staan aan een vooravond van enorme veranderingen. De afgelopen 14 jaar is het technologisch, economisch meer veranderd dan de hele vorige eeuw. Dus ik denk dat we moeten proberen de goede kansen en ontwikkelingen te benutten. 2, en die opvatting deel ik, hoe kunnen we zorgen dat mensen veel meer vanuit hun kracht met hun deskundigheden benut worden? Dat betekent verpleegkundigen adequate kansen geven. Wat een succes is, de oude wijkzuster komt weer terug. En ik weet van experimenten, ik ben daar zelf op afstand wat bij betrokken geweest, dat zo'n wijkzuster inmiddels 30, 35 overlegmomenten aan tafels heeft weten te doorbreken. Dus we moeten gewoon zorgen dat de mensen weer dat werk kunnen gaan doen wat ertoe doet. Dus al die managers weg. En zorgen dat er alleen mensen komen te zitten die hebben van zaken. Dat bedoel ik dus net te zeggen, zoals u nu redeneert. En dat is een beetje de huidige samenleving. Het is zwart-wit denken. Je hebt managers nodig. Je hebt soms managers nodig, maar je moet goed kijken welke lagen kunnen eruit en welke niet. En dat betekent dat met in zekere rust gekeken moet worden naar de noodzakelijke veranderingen. Maar burgemeester Van der Velde, ik hoop van harte dat u daar nog aan mee kunt werken, want het is allemaal te politiek. Als je je baan kwijtraakt, want dat had u ook nog kunnen doen, kunnen solliciteren om voorzitter van de Raad van Toezicht van een hogeschool te worden. Dat levert ontzettend veel op, maar er zitten veel te veel mensen, Ton de Graaf, die hebben dat allemaal gedaan. Maar ze weten niet waar ze over praten. U heeft nu 30 jaar ervaring als burgemeester en volgens mij en vele anderen heeft u dat fantastisch gedaan. Daar heeft u verstand van. Ja, maar kijk, maar ik wou alleen maar zeggen, ik heb verstand van onderwijs en van een hele hoop andere dingen niet. Waarom luisteren ze nooit naar de mensen in die echt weten wat er op die werkvloer? Ik denk dat er veel zijn, uiteraard ook voorbeelden van goede politici die ook wel luisteren. We zitten alleen, en ik probeer dat ook wel te plaatsen in een tijdgeest. Ik heb dat vorige week bij de Multatuli-lezing nog gezegd. Wat is nu eigenlijk politiek? Politiek wil zeggen dat je het beste wilt doen voor de mensen van je stad, van het land, van je provincie. Wat betekent dat? Discussie. Dat probeert ook je opponenten te begrijpen. En daarmee tot resultaten komen. En wat noemen wij soms politiek? Als mensen elkaar proberen te grijpen, ik wil niet zeggen onderuit te halen. Maar politiek is veel meer ook een omgang in nuanceringen. En dat is natuurlijk, we zitten veel meer in een tijdsgeest van one-liners. We benutten het internet, de sociale media. En ik denk dat daar heel veel goede kansen in zitten. Maar tegelijkertijd leidt het ook soms tot een communicatie die ons heel kort maakt. Waardoor ook soms een sfeer al gecreëerd wordt die niet altijd een goed uitgangspunt is. Dus ik wil zeggen, probeer ook de rust te bewaren in de politiek. En daarbij hoort dat je mensen opzoekt, naar mensen luistert, naar deskundigen luistert. Aan de andere kant is het ook een periode waarin we economisch moeten zorgen dat we onze zaken wel op orde krijgen. Ja, maar dat is uw grootste kracht wat u wat u nu allemaal opnoemt. Want u heeft geluisterd. U gaat weer naar de herdenking van de nationale herdenking van de MH17. U bent bij de slachtoffers thuis geweest. U bent enorm betrokken. En wat dat ene raadslid zei, hij werkt zich helemaal
nou, kapot. Of, daar kwam het op neer. Maar hij is er voor de mensen en hij staat boven de partijen. Maar mag ik er iets van zeggen? Ik hoor dat wel eens vaker. Maar ik heb ook ontzettend veel genoten en gekregen. Als ik bij mensen op bezoek kom aan een feest, dan zit je, dan lach je. Ja, maar dat bent dus, u, maar daar krijg je energie ik van. Ik wou nog even over de politiek, over de andere burgemeesters. U zegt van, wij zijn er allemaal voor de belangen van de samenleving, van het volk. Maar het volk denkt daar toch een beetje anders over. En dat weet u ook. Ja, natuurlijk. Laat duidelijk zijn, ik heb niet altijd alleen maar liefdesbrieven gekregen van burgers. Ja. Ik heb ook vaak een hoop lastige zaken, ja, boze brieven. U bent zelfs een keer bedreigd geweest. En ja, meerdere keren. Ja, dus zo makkelijk is dat vak niet. Nee, dat is... Nee, maar aan de andere kant, ik ben ook wel blij dat ik, dat heb ik ook al eerder gezegd deze week, enige naïviteit heb ik ook wel en dat wil ik ook wel zo houden. Hoe oud je ook wordt, een beetje kind zijn en blijven, een beetje ondeugend zijn, ja, dat is fantastisch. Ja, maar zo ondeugend bent u niet als je naar de burgemeester van Maastricht kijkt en van... U bent een onomstreden burgemeester. Nou ja, maar kijk, voor mij, ik bedoel met ondeugendheid. We hebben bijvoorbeeld met carnaval... Oh, dat ligt aan mij, waarschijnlijk. Nee, dat is mijn interpretatie. Kijk, het is maar net waar je ondeugendheid mee vergelijkt. Maar ik probeer op een onschuldige manier dan ondeugend te zijn. Maar bijvoorbeeld 2 of 3 jaar... Het Gelag der Vorst is ieder jaar een hele leuke happening. En 2 of 3 jaar geleden in Bavel. Hè, de mensen in Bavel die hebben de bijnaam de Bavianen. Toen heb ik een groot gorillapak aangehad. En ik heb een fantastische ochtend gehad. En toen ik daar aankwam in dat pak, waren er een paar mensen bijna echt bang. Nou, dat vind ik ondeugend. En dat kan. Dat kan ook in Breda. Dus ik heb ook erg mijzelf mogen zijn. Daar ben ik de stad en de inwoners ook dankbaar voor. U heeft het over authenticiteit, dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is. Dat je heel dicht bij jezelf blijft. Ik denk, er is niet één bestuurder hetzelfde. En ik heb afgelopen week nog tijdens een verhaal gezegd, het allerbelangrijkste is dat mensen authentiek zijn. En als iemand authentiek is en die spreekt met een aardappel in de mond, maar het is een authentiek mens, dan heb je natuurlijk gezag. Ik ben wie ik ben. Ik ben geworden wie ik geworden ben. Met veel dank aan mijn ouders, het gezin, waar ik uit tevoorschijn kom. Ze hadden een kledingwinkel en u had dat ook wel gewild, hè? Ik had dat zeker gewild. Mijn vader was een hele gedreven, geëngageerde middenstander. Actief in de Sint-Vincentiusvereniging. Deed vele zaken. Het is gelopen zoals het is. Maar ik had misschien... Ik heb vroeger mijn vader geholpen, ik heb op de markt gestaan. Ik vond het best wel leuk. Alleen, dat is niet doorgegaan. En soms denk je wel eens, nou, hoe had dat nu gekund? Maar ik heb 1 ding geleerd van mijn ouders en het gezin. Delen, iedereen is welkom. En bij ieder mens zitten hele mooie gaven. Dat heeft mij altijd mogen inspireren. Nou, en waar ik ook gewerkt heb, daar heb ik altijd veel genoegen aan beleefd. Burgemeester Van der Velde, we zijn alweer aan het eind van dit gesprek gekomen. Mag ik u alvast zeggen, namens alle mensen waarschijnlijk die hier zitten en die naar deze opname zullen kijken, wij zullen u ontzettend missen. Dank u wel voor alles wat u voor de stad, voor deze stad gedaan hebt. En dan ga ik, voordat ik het programma ga afkondigen, Joris, wil ik... nog even vragen of jullie je liedjes zelf schrijven. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, wij gaan vast... Wat denkt u, burgemeester? We gaan nog veel van ze horen, hè? Ik denk dat met Jong de cultuurprijs is het begin pas gemaakt. Ja. Geweldig. Ja, chapeau. Dank u. En wat is het laatste liedje dat jullie gaan zingen? A Kiss for All the People. Een kus voor alle mensen. Ja. En speciaal voor de burgemeester. Ja, dat is het. That I need will be free. A tear for all the people that I've lost. You're still mine, you're still mine. A man who sold our problems took my hand, calming down. It's me. These people fill my life with peace and shame. We're insane.
You're all that I've ever wanted. You're all you're mine. You're all that I've ever asked for. You're all you're mine. We'll fly tonight. We're blind of people standing alive, singing. I smell the wood of time, I'm coming in alive, singing. You're all that I've ever wanted. I've ever asked for your own. You're mine tonight. We'll fly tonight. We're blind. We shout, we touch, we drink and we rock, we laugh, we are scared for. We fall, we rise, we smile and we fight, we hurt, we are scared for. Stand up, give life, shut up and give time. For all the people that I've lost, you're still mine, you're still mine. Dank u.